Ik ben eigenlijk vrij teleurgesteld. Teleurgesteld in het feit dat ik gisteren verneem dat ongeveer 600 mensen die competent zijn, die ervaring hebben, die een job met passie hebben gevoerd, aan een leeftijd al vanaf 56 jaar zullen worden afgeserveerd. Aan een leeftijd vanaf 56 jaar in een stelsel worden gestoken, ik blijf het brugpensioen noemen, waar ze ongeveer 95% van hun netto werden overhouden via een combinatie werkloosheidsuitkering en vergoeding, premie, vanuit het bedrijf Carrefour. Minister, ik heb eigenlijk maar één vraag voor u. Kunt u als minister van Werk, als Vlaams minister van Werk, al uw gewicht in de schaal leggen om zo'n stommiteit, zo'n crimineel feit, alsjeblieft, te gaan vermijden. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, laat ons niet vergeten dat de herstructurering die plaatsvindt bij Carrefour in de eerste plaats een drama is voor iedereen die erdoor getroffen wordt. We horen hier criminele feiten en andere zaken. Ik denk dat niemand die getroffen wordt door deze herstructurering erom gevraagd heeft. Integendeel, dit is een van de grootste herstructureringen van de laatste jaren en we moeten daar met zorg mee omgaan. Zorg voor de betrokkenen, zorg voor het bedrijf. Een van de positieve elementen van het sociale plan dat voorlag was toch die werkzekerheid voor de komende 4,5 jaar, voor wie wel nog aan de slag kan blijven binnen Carrefour, maar ook zorg voor de getroffen werknemers.